Vandaag gaan we het hebben over het project Hartjes in de Wijk. En hier ligt een hele mooie poster, hele mooie poster van ABBA. En daar gaan we het ook over hebben. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel Bernadette Meijs. Zij is coördinator van Gemeenschapshuis De Rots. Zeg goed, hè? Ja. Daarnaast Joop Bergwerf. Hoe kan ik jou omschrijven? We hebben het er straks even over gehad, maar ik weet het eigenlijk nog steeds niet. DJ. DJ, ik werk in de zorg, dat is een heel ander tak. Ja, ik ben vrijwilliger bij de Rots. En ik doe eigenlijk van alles. Nou, dat wordt een heel lang naamplaatje. Ja, dat wordt een heel lang naamplaatje, maar nou, dat geeft niet. De editor, hè. We beginnen bij jou, Bernadette. Welkom, allebei trouwens. Dank je wel. Hartjes in de Wijk, ik ken het al een hele tijd. Ja. En misschien nog heel veel mensen niet. Wat is het precies? Hartjes in de Wijk is eigenlijk een informatiepunt. Maar daarnaast het belangrijkste aspect is het ontmoeten en het werken in de wijk. Dus het is de bedoeling dat professionals de mensen naar de Rots uitnodigen. Zodat ze achter de voordeur uitkomen, informatie krijgen over de hulpvraag. Bijvoorbeeld waar haal ik een rollator vandaan? Waar is een dansavond? Waar is een muziekmiddag waar ik aan kan sluiten? Of gewoon voor een bakje koffie. Ja, hij zegt professionals halen de mensen binnen. Ja, het is de bedoeling dat de professionals een beetje meer de mensen uit huis halen. En wat is een professional dan? Waar is dat voor iemand? Maatschappelijk werk, wijkverpleging, opbouwwerkers. Dat ze meer de mensen achter die voordeur uithalen. Ja, want ze zitten te veel. Nou, er is zeker een groep mensen die alleen zijn en vereenzamen. En die ook blij zijn met een praatje. En dat is dan iets wat wij kunnen bieden. Is dat een grotere groep? Dat is stiekem een grotere groep dan wij denken. En het zijn dan niet alleen de ouderen. Het zijn ook wel degelijk de jongeren. En het zijn ook wel degelijk de middengroep. Dus de ouders van gezinnen of gescheiden ouders. Of die heel veel zorg voor de kinderen hebben. Maar hun verhaal nergens kwijt kunnen. Ja. En dat is het punt wat wij aan willen bieden. En hoe kom je daar achter dan? Ja, het gedeeltelijk door de opbouwwerkers en de professionals die in contact zijn met Stichting Mee, Geestelijke Gezondheidszorg. Het is eigenlijk een convenant van diverse zorgaanbieders, hulpbieders aan de bewoner van. En de pilot is in Oost gestart. En zodoende zitten ze bij ons. Ja, en dat is bij de Rots? Bij de Rots. Zijn er nog meer gemeenschapshuizen? Nou, het is de bedoeling dat als het bij ons goed gaat lopen, dat het uitgerold wordt over alle gemeenschapshuizen. Dat is de bedoeling. Want dat is de ontmoetingsplek van elke wijk, gemeente, Liemde, Lennissen. En hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Dus is dan een ontmoetingsdag wordt georganiseerd? Of? Nou, dat is tweeledig. Op maandagochtend dan is het eigenlijk alleen maar dat mensen voor vragen kunnen stellen en dergelijke en een kopje koffie. En op donderdag worden er wat activiteiten georganiseerd. Ja. Dat kan zijn van, we hebben een kunstmaand, we hebben een maand met beweging. Dus we proberen de donderdagmiddagen wel in een thema te zetten. Ja. Hoe weten de mensen dat er iets te doen is in de Rots? Het wordt op de website van de Rots gepubliceerd. Er wordt met flyers gewerkt. Er wordt in Brabant Centrum een flyer geplaatst waarop de thema's bekendgemaakt worden. En de mensen die in het werkveld zitten nemen het ook mee naar de mensen toe. En thema's, hoe moet ik dat zien dan? Er is een kunstmaand, een bewegingsmaand. Ze hebben nu een middag bijvoorbeeld gehad rondom het vervoer, het driewielers. Dat mensen uit kunnen proberen, professionals komen uitleg geven over de driewieler. En dan fiets maar een rondje over het parkeerterrein bij ons. Oké. Okay. En we denken van dit. Dat speelt ook een beetje mee, ja, in die groep. Dat speelt zeker mee, maar dit is iets wat mensen in hun vrije tijd doen. En dat is iets wat wel besproken wordt met Hartjes in de Wijk. Bijvoorbeeld voor als mensen aangeven, goh, ik wil graag onder de mensen en ik wil een stukje muziek. Ja, dan worden dit soort dingen wel vernoemd. Ja, dus, En werk je ook met andere organisaties samen? Ja, er zijn meerdere organisaties die zich weer aangesloten hebben. Vivent, Maas... Contour de Twerren, denk ik? Contour de Twerren, Maasduinen, Stichting Mee, de Renewed, de jongerenwerkers, zij hebben zich aangesloten. Oké, okay. Maar het is eigenlijk een initiatief vanuit de gemeente, zeg ik dat goed? Het is eigenlijk ontstaan vanuit de ouderenagenda. De ouderenagenda, de senioren van het Boksel, die zijn op een gegeven moment gekomen van, goh, we willen eigenlijk toch iets meer aandacht aan het ouder worden en aan de vraagstellingen. Want er zijn soms 5 verschillende professionals binnen 1 gezin of binnen
één inwoner van Oost actief. En het is natuurlijk veel fijner om samen te werken. En dat is een van de oorsprongen waarvan het Hartje in de Wijk verhaal gekomen is. En is Hartje in de Wijk echt verzonnen door Boksel of is het iets landelijks wat nou naar Boksel gebracht is? Ze hebben het verhaal De Ruwaard in Os. Dat is eigenlijk een project wat jaren geleden gestart is. En daar zijn ze ook op deze manier gaan werken. Zoals het in Os is, of het op die manier in Boksel gaat werken, weten we niet. Ja. We zijn met de pilot bezig, dus we weten er gewoon nog niet of het inderdaad daadwerkelijk zo gaat werken als in Os. Ja. Wat wel goed werkt, ik probeer een brugje te maken, dat zijn de dingen die jij doet en deed, Joop. Deed, ja, in eerste instantie. Waar zouden we jou van kennen, van vroeger? Nou ja, ik heb het ooit opgestart bij de Kei, voor 40-plussers, die dansavonden, en daar liep hij in de trein. Ja. Maar daarvoor was ik ook al DJ, bruiloft en partijen en hier en daar. En toen ben ik eigenlijk, na die 4 jaar dat ik bij de Kei heb gedraaid, ben ik eigenlijk gestopt met het werk wat ik toen had. En toen ben ik de zorg ingegaan en toen is het eigenlijk een beetje stilgevallen, heel het verhaal. Ja, dus dan ga je met je hobby stoppen of zo? Ja, dat lag dan meer thuis, hè? Het muziek gebeuren. Dus, ja. Want in de zorgtijd ook avonden werken en nachten en dergelijke. Maar goed, die tijd heb ik gehad. Ja, en maar er kwamen best wel veel mensen, wat ik begrepen heb. Toen wel, ja. Het was 2 erin, 2 eruit. Hoe bedoel je 2 erin? Nou, hij stond aan de deur, zo druk was. Oké. Zo druk was het daar. Ja. En dat was echt heel... ik stond er gewoon versteld van. Maar goed, ook daar hield op op een gegeven moment. Want er waren meer plekken die begonnen dat te doen. Alleen, ja... Ja, dat is zoiets in Boksel. En ja, dat is zoiets waar Joop kan, dat ken ik ook. Ja, maar goed. Maar je was eigenlijk pionier, zo'n beetje, kan ik zeggen. En dan mensen dachten, hey, ja, dat durf ik rustig te zeggen. Wat Joop doet, dat ken ik ook. Kom dat bij ons eens doen. Zoiets. Ja, want dat was het begin 2000. In 2000 zelfs. Want daar heb ik toevallig vanmorgen nog nagezocht. Dat ik toen begonnen ben. En daar zit nog iemand die weet dat ik aan de bamen. Ja, Ineke zit in het publiek hier. Ja, en die is er ook altijd geweest. Maar goed, op een gegeven moment begon het toch te broeien. En toen ben ik bij de Rots binnengestapt. Ben ik met Bernadette. Ja, hoe lang is dat geleden dan weer met? Nou, ruim een jaar geleden. Ruim een jaar. Ja. En er zijn al wilde plannen. En er lopen reguliere discoavonden. En die worden best wel goed bezocht. Ja. Alleen dat is iets aparts. Ja, dat is iets apart. Dus je hebt eigenlijk de draad weer opgepakt. Ja. En zoals we hier kunnen zien, 4 letters, een A, 2 A's en 2 B's. Ja. Oftewel ABBA, je hebt een shirtje aan van ABBA. Dat betekent dat jij onnoemelijke fan bent van ABBA. Ja, vanaf 1973 al. Daar zijn een rode draad door mijn leven. Bij het liedje Ring Ring. Precies. Why don't you give me a sign? Ja, dat is je nog altijd. En toen kwam Waterloo en toen was het helemaal kassa. Ja, dat was voor het Songfestival en toen kwam Waterloo, ja. En toen was kassa. Ja. Toen begon ik alles te verzamelen en ik blijf er nog bij. Dat is gewoon, als ik schrijnig ben, dan kan ik ook die muziek maar op te zetten. En daar worden we weer vrolijk van. Ja. Dus het is een aanrader voor de mensen. Nou ja, in de put, ik hoor het net ook van de visagisten. Visagist, ja. Die doet ook die dansavonden en dan dit soort muziek en mensen worden er vrolijk van. Ja. Ja, wie kent ABBA niet, hè? Daarom. En ook de generaties die er mee opgroeien. Ja. Het is natuurlijk, het is nog steeds populair. Oh, het is voor jong en oud, hè? Het is voor jong en oud. En dit, daar zat heel lang te broeien in mijn hoofd. En ik denk, daar moet er een keer iets mee te doen zijn. Ja, want dan komen we even, jouw relatie met de Rots is eigenlijk, jij gaat daar de DJ draaien. En binnenkort is er een ABBA-avond. Ja, juist. En is er alleen maar plaats draaien van ABBA? Of? Kunnen we Agneta nog de Rots binnen zien wandelen? Ik heb ze wel gevraagd, maar... Heb ze wel gebeld van... Ze wilde ze was te oud. Van, ja. Dat kan toch niet worden, denk ik. Nee, maar goed, het is natuurlijk hoofdzakelijk ABBA-muziek met... ik heb ook wel insteek in dance mixes van ABBA-nummers en covers van ABBA. En we hebben een prijsvraag, wie het mooist gekleed komt in een disco ABBA-outfit. Die kan nog een prijs winnen. Dan zie ik, ik ben natuurlijk van de Agneta fanclub. Oh, ja, dus ik zie zo'n blauw... Mutje. Zo'n blauw mutje. Wat die aan had, weet ik al niet meer.
Die had zo'n hele wijde rok aan. Oh ja, 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 ja. En die jongens hadden van die strakke glimmende pak aan, weet ik wel. Prachtig, maar, toch? Ja. En wat is jouw favoriete nummer? Ja, dat kan ik niet omschrijven. Dat is er niet. Dus ze zijn al, jawel, Getter, maar ik kan niet, de ene dag is Dancing Queen, de andere dag is de winner takes it all. Oké, okay, waar is vandaag er even morgen op stond? Hey, Dancing Queen. Van de Dancing Queen dag? Ja, vandaag wel. Bernadette? Nou, ik ben niet zo thuis, ik ben wel thuis in ABBA, maar of dat ik nou een favoriet nummer heb, nee, ik ben niet zo'n fan. Ik vind het wel leuk om te luisteren, maar... Welke liedje schiet jij nou te binnen, behalve dit? Ja, Waterloo. Ja. Ja, dat is voor mij, dat vind ik wel een leuk nummer. Ja, ik vind zelf, als ze aan mij zou vragen, vraag eens. Nou ja, wat is jouw favoriete nummer? Kijk, The Day Before You Came. Ja, nou dat is ook een van mijn favorieten. Echt geweldig. Ik heb, dat meen ik serieus, ik heb toen ik dat nummer voor de eerste keer hoorde, heb ik gewoon zitten janken in een auto. Ja. En dan hoor je een jaar later André Hazes met Kerst ben ik alleen. Ja, juist. Dat ging toen even mis. Ja, daar had ik ook zoiets van. Ik vind hem wel geweldig, André Hazes, maar daar had ik zoiets van, moet eigenlijk afblijven. Ja, maar ja, dat is met zoveel nummers, hè. Ja. Coveren en ze doen maar. Er zijn wel leuke covers. Maar jij had toch ook contact met de fanclub gehad rondom dit? Dat klopt, maar goed, het is niet zo makkelijk om hier iets naartoe te krijgen. Ik heb ook met de ABBA fanclub in België contact gehad, maar die organiseert op dezelfde datum ook een ABBA-dag. Kijk, en er wordt natuurlijk veel georganiseerd rond ABBA. Ja. En ik snap ook wel, ja, dat ze zeggen, we kunnen niet overal... Nee, maar ja. Maar mochten er nog bandjes zijn of zangers of zangeressen die ABBA doen, dan contact met jou opnemen? Nou ja, we gaan geen coverband zetten, want die zijn er al genoeg overal. Ja. Ik hou het in ieder geval bij disco, maar wat ik wel heel leuk zou vinden, als er een drag queen kwam, die een goede act naar kan zetten. Of twee. Ja, drag queen, daar gaan we het zo over hebben. Ja. We kunnen nog uren mee houden lullen. Ja, ja, dacht het. Ik weet wat ik ertoe wil. Vertel. Nee, dan ga ik zo meteen ben ik nou weer met 10 minuten met Joop bezig. Ik moet toch even bij jou. We kennen elkaar, dat scheelt. Ja, dat weet ik. Daarom lachte jij, denk ik. Wanneer is het idee ontstaan, Hartjes in de Wijk? Wanneer is het idee ontstaan? Dan moet ik. Ja, wat ik al zeg, dat is ontstaan met een bijeenkomst vanuit ouderen. Ouderen in regie niet zozeer. Er is ooit eens bij ons een congres geweest met een groep ouderen die heel fanatiek waren en bezorgd waren over hoe het met de ouderen we vergrijzen en hoe het met de toekomst zou gaan. En die zijn eigenlijk de oorsprong van dat er vanuit de gemeente de vraag gesteld wordt van gemeente, doe alsjeblieft iets, want er zijn zoveel mensen die aan het vergrijzen en het vereenzamen zijn. En in eerste instantie is dat het doel geworden, maar al pratende had men zoiets, ja, maar er zijn veel meer mensen die alleen zijn en eenzaam zijn en die weten wat ze met hun tijd moeten of willen of een gesprek zoeken. En daar is Hartjes in de Wijk eigenlijk uit het staat van 0 tot 100. Iedereen die een probleem of een vraag heeft, die kan een vraag stellen. Gaat het over wonen? Gaat het over zorg? Men is altijd welkom. Ja, noem eens een probleem wat ze bij jou of wat ze daar neerleggen. Wat wordt er neergelegd? We zitten in een koopwoning en we willen naar een huurwoning. Hoe pakken we dat aan? Nou, dan is er iemand van Joost die daar is en die kan dan die vraag beantwoorden. Dus de huur? Die kan dan die vraag beantwoorden. Want een koper weet niet altijd hoe het werkt met huren. En dat is een vraag bijvoorbeeld die gesteld kan worden. Ja, er zijn mensen die zijn wat ouder en die denken als we nou eens huis verkopen. Ja. Hoe kunnen we dan huren? Hoe werkt dat? Ja. Maar dat is niet alleen voor ouderen, dat kan ook voor een jongere zijn. Iemand die in een scheiding ligt of iemand die zelfstandig wil gaan wonen. Hoe pak ik dat aan? Ja. Dat is een vraag die gesteld wordt. Nou denk ik niet dat veel mensen weten dat het ook voor... de wat jongere mensen is. Ik denk dat heel veel mensen denken, daar komen wat oudere mensen... Aan de ene kant is de tijdstip natuurlijk, omdat het maandagochtend is en donderdagmiddag, is het makkelijker voor mensen die of niet werken of ouder zijn. Maar het is wel degelijk de bedoeling om er de jongeren bij te betrekken. En dat is ook een van de redenen waarom de Renewed aangesloten is. De wie? Renewed. Oh ja, dat is van B-Town eigenlijk. Ja, van B-Town. Het is de bedoeling dat er ook activiteiten komen, bijvoorbeeld Soep van Oma, in combinatie met de kleinkinderen,
In de herfstvakantie bijvoorbeeld kun je zoiets organiseren. En wat is dat, soep van oma? Soep van oma, dan gezamenlijk soep maken en dan gezamenlijk kijken of dat die soep de kleinkinderen het herkennen of hoe dat we het in het vat gaan gieten, weten we nog niet. Ja, ja. Maar dat is bijvoorbeeld een van die dingen die we in oktober willen gaan doen. En op dat moment kun je wel jongeren erbij betrekken. Ja. We hadden in de zomervakantie, dat was de bedoeling, om samen met de fatbikes en met elektrisch fiets iets te gaan doen. Zodat mensen hadden zoiets, ja, die fatbike. Lekker cross op jullie parkeerplaats. Ja, ja, dan zijn er niet veel auto's in principe, want dan is het wat rustiger. Dus dan kan dat gewoon. Ja. Normaal gesproken staat het terrein vol, dan wordt het lastiger. Ja. Maar op het moment dat het niet is, kan het dus wel. Ja. Maar merk je ook dat er wat jeugd binnenkomt? Of? Nog niet genoeg, naar ons zin. Maar ja, we moeten ergens beginnen. Ja. En een bedrijf opstarten doe je 5 jaar over. Ja, want ja, je bereikt via advertenties en zo. En, maar hoe moeten nou de jongeren? Ja, dat is, jongeren is heel veel mond-op-mond reclame. Instagram, Facebook. Zitten jullie ook op? Ja, daar zijn ook. Ja, ik ben niet degene die PR doet. Dat doen ze vanuit de gemeente. Dus de gemeente is zijdelings toch wel degelijk betrokken. Dus, want die zijn in feite de opdrachtgever. Ja. Om het te regelen. Ja, en dan gaat het allemaal of heb je zelf van, ik ken jou een beetje, heb je zelf van, nou, dit kan eigenlijk wel beter en dit kan beter. Of zeg je van, nou, het gaat eigenlijk best allemaal wel lekker en soepel. Ja, ik zou natuurlijk het liefst heel de huiskamer vol hebben met mensen, want ja. daar doen we het voor. Maar ook al is het maar een klein publiek wat komt, mond-op-mond reclame is de enige manier, denk ik, dat je mensen het makkelijkste kunt bereiken. Ja, want hoe lang ben je nou bezig met dit project? Ze zijn in, de pilot is in eerste instantie gestart in januari dit jaar tot maart. Dat was echt de pilot van nou, gaan we verder, gaan we niet verder. We zijn in november, is de eerste aantrap geweest, zeg maar. En toen is er Corrie Konings uitgenodigd met een grote tent bij ons voor op het terrein. Het viel tegelijkertijd met de griepsvaccinaties, dus iedereen die bij de griepsvaccinatie binnenkwam, wat is hier te doen? Ja. Dus daar hadden we al een goede aftrap in feite. Ja, oh, die waren bij jullie? Die waren bij ons. Okay, de griepsvaccinatie zat in de grote zaal. En buiten stond een grote tent waar Corrie de Konings optreden. Dus iedereen had zoiets, dat is hier aan de hand. Ja, gelijk een prikje en dan door naar de Corrie Konings. Ja, er waren er enkele die dat inderdaad wel deden. Ja. Dus dat was wel leuk. Dus dat was wel grappig. Ja, leuk hoor. Ja, Joop, we hadden het net over drag queens. Ja. Maar dat ben jij zelf. Nee, dat ben ik niet. Nou, dan zal ik het anders zien. Zeggen, ik heb een foto van jou gezien dat ik dacht dat jij dat was. Nee, dan gaat het nog een stapje verder. Dat is, dat is gewoon een middenwegje. Oké, we zien hier een foto van jou. Ja, leuk hè. Oh ja, dat is wel een... ja. Maar dat is toch, ik kan dat toch wel excentriek noemen, of niet? Nou, dat mag. Dat mag. Wij vinden dat ook heel leuk om te doen. Dat is ieder jaar iets anders. En dit was dit jaar. En de nieuwe pruik voor volgend jaar is al klaar. Dit is de roze maandag op de Tilburgse kermis. Ja. Ja, wij vinden dat gewoon nogmaals leuk om te doen. En wie is wij? Dat is mijn partner die er langs zit. Partner. Ja. Ja, die moet mee gewoon. Ja, wil die wel mee of niet? Of heeft hij jou meegetrokken of trek je hem mee? Hij is een beetje meer terughoudend. Het is meer mijn ding. Maar hij doet dat wel. Hij vindt het ook leuk op zich. Hij doet ook wel mee. Hij doet ook wel mee. Hij doet wel mee. Ja. Hij doet wel mee. Ja. Hij zal ook niet eens maar bij een boek en een t-shirt met zijn DJ-avonden staan hoor. Dan komt er een glimmend jasje of in iets dergelijks, een gekke strik. Er komt altijd wel iets voorbij. Ja, ja. Maar ik heb net met de visagie, ik kan dat woord nog niet eens goed uitspreken. Visagie. Gevraagd ook, of dat zij dat eens een keer kan doen. Dat wil ik ze één keer in mijn leven wel doen. Ja. Een keer flink uitpakken. Oh, mogen we erbij zijn? Maar gerust. Ja. Ik vind dat lekker me gewoon. Nou, ja, oké. Okay. Dus ik zeg net, jij bent wel eens drek, maar dat ben je dus niet. Maar je zou het wel een keer willen. Ik zou het een keer willen doen. Maar goed, dan blijft die baard, die blijft zitten. Maar dan kunnen ze altijd iets omheen versieren. Ja, dat is inderdaad. Ja, of de baard moet eraf. Nee, nooit van. Nee, daar heb ik er niet voor over. Nee, daar heb ik er niet voor over. We zien in een keer niet. Nee, oké. Okay. Niet? Nee. Jullie zijn van de baan en jouw paarden. Ja, die gaan nog iets verder. Die heeft toch wel, dat is wel een hele... Ja, die heeft een hele mooie baard. Ja, ik moet dan denken aan een sheik. Van een sheik uit het... hij heeft toevallig geen sheik, niet meer veel geld, dat hij Omroep Dommeland een beetje kan helpen. Nee, maar goed, het is ieder jaar iets anders. En ik zeg al, we hebben die pruik die is al klaar voor volgend jaar. En kleding eigenlijk ook al, die hebben we vorige week gekocht. Ja, dus eigenlijk een hobby. Maar ze zei tegen mij, ik belde iemand op, zeg, wie kunnen we nou nog meer uitnodigen? We hebben Bernadette van der Rots.
Toen zei die dame, het was Jolene, die zei, je moet Joop uitnodigen. Jolene, ja, Jolene. Dus ik denk, nou, ik nodig Joop uit. Want dat is een excentriek figuur. Nou, daar zit hij. Dus heb je nog meer dingen waarvan we zeggen, nou, want dieren... Wij hebben ook twee katten. Oh, dat valt er mee. En dat zijn onze kindjes, hè. Ja. Dus, maar goed. Maar een ander interessant ding is misschien, ik ben natuurlijk muziekverzamelaar. Ik koop vanaf mijn zevende jaar al muziek. Dus het is ook een best wel uitgebreide collectie inmiddels. Ja, wat heb je dan? Dat is gewoon, moet ik allerlei... Ik zit in alle hoeken. Van de interessante... Ik vind alles leuk. Alleen het is net... Kijk, dit is een rode draad. En daarnaast zit er van alles. Wat ik af en toe pluk op een dag, zeg maar. Ja. Je partner ook een beetje van ABBA? Of? Ja, die vindt dat ook wel leuk. Maar die is niet zo gedreven als ik. Nou, ja. Hij gaat wel eens naar Duitsland. Ja, en dan kijkt hij daar op Rommelmarkt of hij ABBA-platen kan vinden van mij. Om jou blij te maken. Ja. Ja, leuk. Want dit, ik pakte straks die vlag, toen zei of wat is het een vlag, ja. Toen zei hij, ik mag hem niet houden. Nee, maar zeker niet houden. Dus dan, die zijn mijn goud waard. Dus dan een bijzonder ding dit? Voor mij wel. Okay. Van anderen misschien niet. Nee, maar jouw partner zorgt er in principe wel altijd voor dat de zaal mee mooi aangekleed is. Ja, hij is van de decoratie. Hij is van de decoratie. Oh. Ja, hij is een hele creatieve man. Ja? De eerste keer had hij een pop helemaal aangekleed met cd's en toestanden. Ik denk, oké, dat komt ook binnen. Dus het wordt helemaal aangekleed. En hoe moet een pop aankleden met cd's? Zo'n paspop, die cd's breekt hij allemaal in stukjes en die plakt hij er allemaal op. Ja, dat is leuk hoor. En dat wordt dan een helemaal, is gewoon prachtig om te zien. Ja. En nou krijgt die pop wat kleren aan, hè? Oh god. Ja, ja, maar goed, met kerst zet ze een hele ding aan gaat. Ja, dat is waar. Dus, nee, maar wat jullie in ieder geval wel doen met de discoavonden, zorgen dat, dan zijn ze al een halve dag bezig met de zaal te kleden, met glitters en toestanden, op de top. Want ja, daar hoort er gewoon ook nou, bij. Nou, wat er mis, dit soort feesten, die discoavonden, hebben we veel plaatsen gedaan. En wij willen eigenlijk graag een beetje onderscheiden. Ja, maar dat doen we een beetje anders doen. Net een beetje anders, ja. Dus ik ben ook, als DJ, ik ga niet als aan te lullen door die microfoon. Ik wil mensen aan de gang houden met muziek. Ja. Nou, heb je dus ook speciaal, zie je er ook op een bepaalde manier uit dan? Sorry? Heb je nog iets speciaals aan als je daar als DJ? Ja, alles. Ik heb een hele kast vol. Ja, waar moet ik dan aan denken? Wat doe je nou aan als je ABBA 21 september, hoe is het? Oh, daar hebben we wel iets van, ja. Ik heb nou een glitterbroek. Die heb ik nou gekocht, een blauw met mijn roze. Die kan, en misschien een van die pruiken. Ja. Het is nog even de vraag. Van, maar het is niet gewoon, het is niet deze Joop die thuis staat. Nee, dat is veel te saai. Ja. Dat vindt hij niks. Dat is mijn ding niet meer. Nee. Maar hij vindt ook van tevoren, hij vindt het ook altijd wel spannend of het druk wordt. Ja, dat blijft altijd natuurlijk. Want het draait liever voor een volle zaal. Ja, natuurlijk. En heel veel mensen op die dansvloer, dat is natuurlijk het leukste. Dat is het allerleukste, dat is het leukste. Ja, maar het is de eerste keer dat je echt iets weer in de rots organiseert? Of Nee. Nou doen we het. Ja, we hebben nou een keer of vier. Dit is de vijfde keer, ja. Het is de vijfde editie nu. Ja, en gaat het goed? Ja, op zich wel. Ik vind het goed gaan. Ja, en deze komt er als extra tussendoor. Maar zo zijn er nog meer extra's hoor, die in mijn hoofd zitten. Ja? Ja, plannen voor de toekomst? Nou ja, ik ben lid van op Facebook van een... Dat is een grote groep, hoofdzakelijk mannen. Die zijn fan van Nederlandse meidengroepen en zangeressen. En die, ik heb daardoor gewoon in de groep gegooid. Van, zouden jullie dat leuk vinden dat ik zo een avond voor jullie organiseer? Ja. Dan ben ik zelf al disjockey. Maar het mooie is, een hoop van die mannen die kennen een hele hoop van die artiesten zelf. Net als een Marga Bult en waar woont hij? Corrie Konings. En ze kennen of ze hebben daarvoor gewerkt of ze hebben daar contact mee of iets. Ja. En toen kwam ook mee het verhaal van, ja, kunnen we een greet and meet regelen? Ja. Dus daar zit wel in mijn hoofd ergens. Zelf nog favoriete damesgroepjes of Nederlandse? Ja, daar zit er ook bij, hè. Of daar hoort er ook bij. Ja, ja maar we zitten uit de tijd van, Luf en Beep en waar dat toen nog mee. Ja, wat dacht ik van dat Dolly Dots? Dolly Dots, ja. Doris die in de Pins. Ik ken ze ook allemaal, hè? Ja, ik ken mijn klassiekers wel. Ik wou net zeggen, dat is ook zo vak. Maar dat is ook een avond die daar kan toe helemaal in kan verliezen, hoor, in die muziek. Ja, leuk. Meidengroepen, ja, is gewoon leuk. Ja. Nou goed, ja.
Dus we hopen eigenlijk het beste maar op dat, ja, dat dit in ieder geval loopt. Dat zou ik heel leuk vinden. Nou, daar gaan we vanuit. Ja, dan gaan we gewoon lukken. Ja, dus dan loopt de rots. Ik hoop altijd dat gaat gewoon lukken. Tot nu toe als niemand zo positief is, Bernadette. Ik ken niemand. We hebben tot nu toe wel een keer nog gelijk gehad. Je hebt gelijk gehad, oh, ja, nog steeds. Nou, ja, dat bedoel ik. Dus daar gaan we hier ook gewoon van. Ja, je bent een positief mens. Ja, gelukkig. Dus hartjes in de wijk, dat komt ook helemaal goed. Dat gaat helemaal goed komen. Want is er op een gegeven moment zoiets dat mensen zeggen, we zijn al een jaar bezig jongens, we trekken de stekker eruit? Of? Dat hoop ik niet. Dat zou ik wel heel erg jammer vinden. Van al het werk waar iedereen erin stopt. Ja. En van de ontmoetingen die gecreëerd worden. Want wie kan nou zeggen op een gegeven moment, jongens, er komen te weinig mensen, we gaan er niet meer door. Gemeente of zo? Of? Ik moet je heel erg zeggen, daar hoop ik niet dat de gemeente daar gaat zeggen. Want die is natuurlijk wel degene die het financiert. Tot op zekere hoogte. Ja. Het is de bedoeling dat de gemeente een stuk financiert, maar ook de diverse zorginstellingen. Maasduinen. Want de mensen die daar zitten, die moeten wel vrijgemaakt worden van hun werkveld. Dus er zijn wel uren die wel betaald moeten worden voor de personeelsleden. Ja. Dus dat is de investering die mensen doen. Ja. Dus, en wij zorgen dat de koffie bruin is. En ja, meer kunnen wij eigenlijk niet doen. Nee. Dus wij zorgen dat er een luisterend oor is. Stel dat er te veel mensen binnenkomen en de professionals bezig zijn, dan gaan wij even zitten met de mensen om even te kletsen. Ja. En even te horen hoe of wat. Ja, want hoeveel mensen komen er nou gemiddeld op zo'n hartjes in de wijk? Ja, er zijn dagen bij dat er 4, 5, 6 mensen komen die toch wel degelijk een duidelijke vraagstelling hebben. Ja. Dan ben je toch niet even in 5 minuten mee klaar, dan ben je toch wel wat langer. Nee, dat klopt, maar dan hoor ik 5, 6 en denk dat is wel weinig, of niet? Nee, dat is niet weinig. Oké. Okay. Nee, dat is niet weinig, want mensen op de middagen dat er activiteiten zijn worden georganiseerd, dan zijn ze met 10, 15, 20 mensen. Dus dat is al meer dan als het alleen maar een rustige ochtend is. Een rustige ochtend, als mensen dan maar binnenlopen. En het moet ergens beginnen. Je kunt niet beginnen met meteen 20 mensen, want dan heb je ook de tijd en de bemanning niet voor, bevrouwing niet voor, om met die mensen in gesprek te gaan. Dus dat betekent eigenlijk als het 25 komen, 30, dan heb je dan zoiets, dat is eigenlijk te veel. Nou ja, hangt er vanaf welke activiteit er is, of niet? Nou, qua activiteit, dan mag het 25, 30 mensen zijn, dat is geen probleem. Maar op het moment dat het groepje kleiner is, dan is er ook veel meer mogelijkheden om vragen te stellen als het een activiteit is. Maar als mensen voor informatie komen, dan zitten steeds 1 of 2 professionals per dagdeel zijn aanwezig om de vragen te beantwoorden. Ja. Zit er iemand van de zorg en er komt een vraag over wonen, dan wordt het doorgespeeld naar wonen. Dus er wordt wel actie ondernomen en mensen worden niet op de plank gelegd. En dat gevoel, dat moet gewoon heel duidelijk worden voor de mensen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Dus en dat mensen gewoon ook, en door in gesprek te gaan met, komen er altijd wel andere vragen. Ja, het is niet zo dat de mensen een beetje verlegen zijn, dat ze die letterlijk de drempel van de rots niet over durven? Dat is denk ik voor veel mensen een probleem, maar ik denk dat het niet alleen te maken heeft dat het bij de rots is, maar sowieso vragen. Vragen om hulp is denk ik voor iedereen moeilijk. Ja. Ja, dat klopt. Dat is voor iedereen moeilijk. Terwijl eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is tegenwoordig. Ja, maar we zitten toch een beetje in een individuele maatschappij. Ik doe het zelf wel. Ja. En we zijn een beetje door de tijd heen. Ik doe het zelf wel. Dan kom ik weer bij Joop. Het is een bruggetje van niks. Maar ik moet nog even hebben over het Songfestival. Oh, want weer een gevoelig item. Ja, ik weet dat jij het ook mooi vond. Ja, vindt. Klopt. Ga je er ook naartoe? Ik ben er nog nooit geweest en ik heb er zo'n spijt van dat ik er nog nooit geweest ben. Toen in Rotterdam. Oh, dat slimmerik. Ja. En dat kan toch? Je kunt er gewoon de volgende keer. Maar als we meedoen dan, hè? Ja. Ik weet niet of we ja. Ja, ik ben een beetje klaar met dat gezeik over. Nou moeten we niet meer meedoen. Het is gewoon misgegaan, heel jammer is. En onrechtvaardig of rechtvaardig, laat dan tussenin. Maar we zijn toch al jaren fan van het Songfestival. We moeten nou in een keer. Ja. Ja, blijkbaar om even te laten weten, jongens, hè. Met ons wordt niet gezold. Dat is ook wel zo, hoor. Maar goed, dan nog, hoeveel mensen hebben er plezier van? Ja, heel veel. We kijken miljoenen mensen naar, hè? Ja, dat kijk. En dan gebeurt er zoiets, net als vorig jaar. Dat kan natuurlijk niet, wat er is gebeurd. Nee, dat kan ook niet, maar ja, het gebeurt. We zullen nooit weten wat er gebeurd is. Nee, jammer genoeg niet. Dat is letterlijk en figuurlijk achter de schermen gebeurd. Achter de schermen. Ik, om het af te sluiten, ik snap niet als het een cameravrouw is, dat er geen beelden van zijn. Dat begrijp ik dus niet. Ja, nee, dat of ze zijn waar. Gewist. Ik kan, maak mij niet wijs dat zij zegt, ik heb ze niet opgenomen. Ja. En die camerabeelden krijgen we niet te zien. Ik begrijp het niet. Ik bedoel, hier zitten ook 3 camera's.
Ja, die lopen gewoon. Maar ja, dat snap ik ook niet. Misschien komen we er ooit nog achter. Ik wens jullie heel veel succes met Hartjes in de Wijk. Sowieso met alles wat je doet in de rots. Je doet nog veel meer. Heel veel. Heel betrokken bij de rots. Ja, het is niet anders. En Joop ook, ja, dat het maar lekker terug mag worden bij jouw DJ-avonden. Dank je wel. En op naar het Songfestival. Dan nodig ik jou weer uit. Of we gaan mee met de camera. Bent welkom. Dat zou wel zijn. Nou. Ja. Dan op kosten van Omroep Donderland bogen. Jongens, we moeten nou echt afsluiten. Ik bedank iedereen voor het kijken. Tot de volgende keer.